Hi allemaal, ik ben Jelene en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. Met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon creatief bezig zijn en ontdekken dat je gewoon een hele goede modiste bent en je eigen creaties maakt en gewoon mensen voorziet van de mooiste creaties die ze zelf willen. Nou, dat kan, want vandaag heb ik in de studio Shanice Botse en zij gaat me vertellen over SB Fashion. What we need is a little Q-Time. Hi Shanice. Hi. Hoe gaat het met je? Het lukt een beetje zenuwachtig. Wat gaan? Voor de camera's. Ik ben van achter mijn machine. In één kamer, you know. We zijn in een kamer met misschien iets meer machines. Ja. You got this. En heel Suriname achter de camera. Ja. Komt goed. Je ziet er trouwens prachtig uit. Thank you. Zelf gefixt even voor het... Ja. Wat is de inspiratie achter deze look? Eigenlijk simpel, maar anders. Het is gewoon een simpele denim dress, maar een beetje anders. Ja. Okay. Nou, goed gelukt. Yes, dank je. SMB Fashion and Design. Hoe is dat gebeurd? Is hoe het is begonnen? Ja. Het is een lang verhaal. We gaan het kort maken. Ja, we hebben maar 10 minuten. Ik kom uit een creatieve familie. Iedereen heeft talent. Ik was nooit rond het stik hoor. Mm-hmm. Het is gewoon een dag na me gekomen en ik ga je vertellen. Nu even snel kort vertellen hoe. Mm-hmm. Een dag hield ik echt niet van een short die mijn moeder voor me aantrok. Mm-hmm. Ja, het was niet. En ik was pas 10, denk ik. Mm-hmm. En ik hield niet ervan. En ik dacht, weet je, ik had op de crash. Toen we jonger waren, hadden we leren stikken, toch? Met een naald en garen. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik ga een short maken. Van stof maken. Of een stof die er was. En van naald en garen. Mm-hmm. En zo is het begonnen. 10 jaar? Volgens mij 10 jaar. Ik was echt jong. Mm-hmm. Maar ik had er nooit op gefocust. Het was niet iets dat in mijn mind kwam. Mm-hmm. 16 jaar zo. Toen zag mijn vader iets... En dan heeft hij me een oude machine van mijn afval gegeven. Mm-hmm. Maar het werkte niet goed. Dus daarop struggelde ik even. Mm-hmm. Maar toen zag hij iets. Dan een familie... Nou, ex-schoonmoeder. Heeft me voor kerst een naaimachine gegeven. En toen begon het... En dan begon het eerst op de middelbare school met haarbandjes. Oh ja, je maakte die bandjes. Haarbandjes. Ja. En dan verkocht ik het op school. Mm-hmm. En... ik bleef een tijdje daar, want ik was echt bang om naar kleren te gaan. Maar ik oefende thuis al. Mm-hmm. En iets later ben ik naar kleren gegaan. En het is letterlijk naar me gekomen. Ik ben nooit naar les gegaan. Mm-hmm. Eerlijk gezegd ook niet op YouTube gegaan. Of toen nog niet. Maar het kwam. Ik zag iets, een jurk die ik wilde. En het kwam echt gewoon in mijn hoofd. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Mm-hmm. En daarna ben ik achteraf naar YouTube-video's gaan kijken. Mm-hmm. En dan zo was het begonnen. You never looked back. No. Okay. Ik probeerde maar niet. Maar heb je dus zeg maar ook andere dingen geprobeerd? En het is altijd gewoon weer teruggekomen naar kleren maken? Ik dacht, je moet iets stabiel hebben. Dus ik studeerde maar door. Terwijl mijn vader juist wacht van, je bent creatief. Ga liever naar een school die iets aanbiedt qua creatie. Maar ik wilde echt... Mijn broer was echt de slimste, mijn twin. Mm-hmm. Hij was echt de slimste. Dus ik dacht, nee, ik ga ook naar de beste school. Hij is slim. Iedereen is slim op een manier. Maar hij was altijd de beste op school. Dus ik zei, nee, ik ga ook naar school. Dus ik probeerde alles. Maar het was niet interessant. Mijn vader zei, je wilt naar de universiteit of de HBO. Maar ik vind echt dat je rustig moet zitten en kijken wat voor jou is. Ik luisterde niet. Mm-hmm. Heeft me wel gezegd, ga een jaartje werken om te kijken als je werkelijk zo'n grote studie wil en zo. En ik heb 2 jaar gewerkt en ik dacht, oké, dit is niet voor mij. En dan toen probeerde ik kleren te verkopen, designen en verkopen. Want daartussen deed ik het wel, hoor. Maar echt zo op een laag pitje, toch? Mm-hmm. Ja, maar na 2 jaar dacht ik, nee, kantoorleven is niet voor mij. Dus je moet dan maar een machine. Ja. Oké, zo nu heb je besloten, ik ga kleren maken voor mensen. Ik word modist, ik word seamstress. En als ik ook even rustig zit, design ik ook nog
iets moois voor je. Klap. Als we gaan praten over kleren maken, voor wie maak je allemaal kleren? Heb je een preferentie of zo? Yes, I prefer vrouwen. Mm-hmm. Ik hou gewoon van het designen en hun kleren. Mm-hmm. Dus vrouwen. Mm-hmm. En geen mannen. Nog geen mannen. Ik kijk nu naar mannen. En mm-hmm. hoe... Je vroeger keek niet naar mannen? Nee, ik kijk altijd naar mannen. Maar nee, qua kleren. Maar ik wil nu even echt op vrouwen focussen. Mm-hmm. I just like... Yeah, what do you like? Hoe gebeurt het voor jou? Want je zegt, ik zie het en ik maak het. Ik zie het. Ik weet niet, als ik een vrouw zie, dan wil ik direct dat ze er echt... Ik weet niet. Ik vind dat kleren je... It's art. Ik weet niet. Ik voel me goed wanneer ik me goed kleed. En ik wil dat voor elke vrouw. Ik heb wel mijn best gedaan vandaag. Ik kan niet naast je zitten eigenlijk, naast je denim dress. Ja. Hebben geprobeerd. The one, I like the denim. Ja. Wat noem je het? Boyfriend jeans. Ja, yes, okay. I like it. Yeah. Is ook mijn mood hoor. Ik heb verschillende moods. Mm-hmm. Je gaat me soms in broeken zien, soms in jurken. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, nee. Dan is het toch wel een beetje goed. Ja, is oké. Je design nu. Stel, ik zit thuis te kijken naar dit programma nu. En ik zie deze jurk, ik vind het mooi. Wat is het proces bij jou? Kan ik je bellen en zeggen van oké, morgen... Nee, vanmiddag heb ik een jurk nodig. Nee, dus... ja, eigenlijk wel hoor. Ja, ik werk goed onder druk. Nee, nou... ik neem niet op wanneer iemand me belt. Wanneer ik echt een snelle bestelling heb. Maar ik werk wel goed onder druk. Maar probeer toch... 2 weken van tevoren of 3 weken van tevoren. Maar als je ook iets snel nodig hebt, probeer toch. En bel me graag, want dan ben ik een beetje afwezig. Wanneer ik heb meestal druk. Mm-hmm. Dus als je me niet bereikt, als ik niet reageer op je app, call me. Mm-hmm. En dan neem ik wel op. En je kan me ook op Facebook, Instagram. Kunnen we je daar vinden? Yes. Oké, ik heb je bereikt. Ik heb me gehouden aan de regels. 2 weken van tevoren... moet ik een foto voor je sturen of moet ik je uitleggen? Of ga je me gewoon zeggen van oké, ik heb al naar je gekeken. Ik weet wat je nodig hebt. Ja, ik maak een afspraak, want ik hou ervan om te weten wat de klant wil. Wat mijn klant wil, wat ze leuk vindt aan haar lichaam. En ik ga er ook adviseren. Want elke body type kan je echt goed kleden. Ik hou ervan om het te... erachter te komen wat voor jou werkt. Dan kijk ik naar je en we praten en zo. Maar ik leer je al kennen. Mm-hmm. En je gaat me zeggen wat je wil. Achteraf geef ik je een tip. Dat gaat misschien niet werken. Maar ja, we bespreken jouw design. Mm-hmm. En dan heb ik je al door eigenlijk. Mm-hmm. En dan ga ik... Aan de slag. Die 2 weken. Of, ja. En dan kom je het afhalen. Okay. En that's what it is. Yes. Oké. Okay. Als je nu zeg maar kleren maakt, zeg je vindt het leuk om voor vrouwen te designen. But what is your preference? Wil je gala jurken of moet het juist suited and fitted zijn? Kort en los of los en strak? Yeah. Of weet ik veel. Gala jurken, uitgaanskleding, maakt niet uit. Ik hou eerlijk gezegd niet van werkkleding. Maar uitgaanskleding en gala jurken is echt voor mij, yes. En... Ja, fitted, niet fitted is wat werkt voor jou. Mm-hmm. Want grote jurken zitten ook heel mooi, hoor. Maar je moet het gewoon kunnen stylen en dat soort dingen. Maar we bespreken dat wel wanneer je komt. Yeah. Ik hoor van om advies te geven. Ik wil je echt... Je voelt je goed wanneer je goed gekleed bent. Dus ik wil mijn klanten echt top. En dat is een goed gevoel wanneer ze komen en ze zien die jurken. En ze schrikken van, oh my god. Ja. Oké, dat geeft jou de satisfaction. Het geeft me echt een goed gevoel, hè. Ja. Nee, dat is toch mooi? Ja. Stel dus nu, we weten al dat we je op Facebook kunnen bereiken. Maar nu kijken mensen. Want je vertelde ons in het vorige gesprek dat je gaat uitbreiden. Want eigenlijk is business zo booming. Dat je het niet meer in je uppie kan. Ja. Mm-hmm. Ja, business is al een paar jaren booming. Maar... hoeveel jaren zijn we al bezig? Dat is zeggen 5. Hoeveel jaren is het al booming? Is al... 4e jaar of 3e jaar, hoor. Mm-hmm. Is het al booming. Maar goed, nu moet ik echt uitbreiden, hoor. Want ik krijg veel telefoontjes en soms mis ik ook apps en dat soort dingen. En dat wil ik niet meer laten gebeuren. Ik wil iedereen kunnen helpen, dus het is tijd om uit te breiden. Dus assistentie, een paar mensen die onder me werken, om ook, zodat ik iedereen kan helpen die bij me wilt komen. Nee, en de vraag is groot. Dus, dus straks kunnen we het kijken naar... Of nee, laat maar niet voor je praten. Waar zie je jezelf in 5 jaar met Fashion and Design? SB Fashion and Design. Eerlijk gezegd zie ik...
Ik zie mijn winkels. Ik heb ook mijn eigen winkel. Maar ook kleren die al gemaakt zijn. Gewoon on the racks. En dan kan je gewoon small, medium, large kopen. Dus massaproductie wil ik graag in Suriname. En hopelijk ook. Niet hopelijk. Het gaat gebeuren. En het gaat gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. En ik zie het graag in Nederland. Verder ook. Amerika. You know. Als ik goed naar je luister, ga jij de concurrentie aan met Fashion Nova en Shein. Ja. Nou. Ik geef dat wel 10 jaar, denk ik. Maar 5 jaar hopelijk overal in Suriname. En dat ik iedereen kan helpen. Dat is belangrijk voor mij. Ja. Maar nu lukt het echt niet. En niet iedereen gaat eerlijk zeggen. Niet iedereen kan me bereiken. Maar dat gaat veranderen. Oké, nee. Je hebt al, je designt al een tijdje. Je maakt al een tijdje kleren voor mensen. Maar als ik je nu zou vragen, wat is het mooiste wat je tot nu toe hebt designed? Het zullen wel veel zijn. Maar welke, als je nu zou denken on top of mind. What is your favorite piece? Mijn laatste dress die ik designed heb. En dat was Design Hat. Toch? Mm-hmm. Ja, dat was die van mijn jaardag, toen ik 31 werd. Ja. Die. Nee, we willen die graag ook zien hoor. Ja, is op mijn Facebookpage, Instagram. Nee, prachtig. Ik vind het leuk om te zien dat mensen gewoon hun dromen volgen. Want als ik naar je verhaal luister, heb je geprobeerd het volgens de normale manier te doen. Safe. Wat society zou verwachten van je kantoorjob doen. Maar alles heeft je weer teruggestuurd naar je craft. Klopt, het lukt. En je bent ervoor gegaan. En zoals ik naar je luister, is het al 4 jaar. Best wel booming. Vijf jaar. Dus vanaf het begin, oké. Good to know. En je denkt eruit. Dus ik wil zeggen, heel veel succes. Ga zo door. En ik ben benieuwd wat voor creaties je nog meer gaat maken voor ons. Dank je. Thank you for having me. No worries. My pleasure. Yes. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Shanice Botsen van SB Fashion and Designs bij ons in de studio. En zij heeft ons verteld over haar journey naar het designen voor haar. Het kleren maken voor mensen. Want dat is haar passie en ze heeft haar werk daarvan gemaakt. Dus als jij op zoek bent naar jouw custom-made dress. Want op dit moment is haar specialty kleren maken voor vrouwen. Dan moet je gewoon naar haar Facebookpagina gaan en kijken welke designs er al zijn. Of stuur haar een berichtje. Of bel eerst liever, want ze heeft het super druk. En maak jouw afspraak. En wie weet, zien we jou de volgende keer in jouw custom-made SB design. En remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.